Welkom bij de Autorij 2009, de plek voor de autoliefhebber. En vanavond begint het dan allemaal met de VIP-avond. Maar kun je als Nederlandse mannelijke VIP een beetje indruk maken op de vrouwtjes met een mooie bolide? En betekent het als je geen auto hebt, geen verstand van auto en geen rijbewijs, zoals ik, dat je dan geen echte man bent? Bent u een echte man? Waarom stelt u deze vraag? Een echte man weet veel van auto's. Ja, als u het zo definieert, dan ben ik wel een echte man, ja. Hoeveel weet u van auto's? Nou, ga me niet over horen, maar ik volg de autobladen behoorlijk goed. Hoe belangrijk is de auto voor u in uw leven? Ik vind de auto fantastisch. Je kunt er helemaal niet zonder de auto. Ik vind auto's geweldig, want het heeft te maken met design, met nieuwe materialen, met nieuwe ideeën over veiligheid en over brandstoffen. Dus alles wat te maken heeft met innovatie en nieuwe technologie vind je in de auto. Ik vind het fascinerend. Welke auto rijdt u zelf? Mercedes. Hey, wij erbij. Dat is een mooie. Ja, valt heel goed. Ik ben zeer blij met de auto. Vooral met het AMG-pakket. Meneer Balken is 100% man. Zend u dat maar uit, ja. Hey, vraagje. Ik ben namelijk heel benieuwd met wat voor auto zou je het beste vrouwen kunnen imponeren. Kun je überhaupt vrouwen imponeren met auto's? Wat denk je er? Ik denk het wel. Ik denk dat vrouwen wel gevoelig zijn voor auto's. Sterker nog, ik geloof echt wel dat vrouwen op het moment dat ze een leuke vent zien zoals wij... En je rijdt in een vette bak, dat is toch een streepje voor. Wat is je favoriete auto? Ik heb op dit moment een MGF. Mijn auto is een klein sportautootje, ongeveer zoals deze. Iets rustiger zal ik zeggen, iets minder snel. Die vind ik echt geweldig. Dat is mijn favoriet. Ik houd van de Engelse en Italiaanse sportautootjes en ik hoop er nog langer te rijden. Als we de stelling aanhouden eventjes, een echte man heeft verstand van auto's. Hoeveel procent man bent u dan? Als het dat is, dan ben ik best boven de 80% man, denk ik. Maar ik ben bang dat er meer criteria zijn. Of ik dat zo goed doe, dat moeten we maar afwachten. Aida, kun je met die Lotus op elektriciteit, kun je ermee de vrouwen imponeren, denkt u? Dat moet u aan de vrouw zelf vragen. Ik zou best wel eens met u willen proberen. Samen met twee op de boulevard van Zandvoort Scheveningen. Ik zal er eens over nadenken. Ik denk overigens wel dat, dat is natuurlijk toch de vraag. Je ziet de auto aan de buitenkant en het kan een gewone motor zijn. Of het kan op een gegeven moment een elektrische motor zijn. Maar het klinkt minder vet, denk ik. Hè? Je hoort hem bijna niet. Het is misschien wel de bedoeling, maar toch. Ik zou liever toch zo'n dikke vette Muschelage onder mijn reet hebben. Nee, het is buitengewoon stil. Maar goed, dan heb je ook tijd voor een goed gesprek, zullen we maar zeggen. Ik sta hier met een op- en top man. Oh ja joh, hoe kom je daar nou bij? Wij zijn vandaag een beetje aan het rondkijken en een echte man heeft verstand van auto's. Nou... Nee, dat klopt. We hebben er niet veel hier, denk ik. Nee, dat heb ik wel. Hoeveel verstand heb je ervan? Nou, ik weet in ieder geval hoeveel cd-hoesjes er in deze auto zitten. En waarom is dat nuttig? Ja, want dan kan je die auto winnen. Als wij het hebben over echte mannen, ik heb geen rijbewijs, ik heb geen auto. Okay. Ik ben dus geen echte man, zouden we dan zeggen, hè? Nou, ik ben ze ook wel eens kwijt hoor, dus nee hoor, wat mij betreft ben jij gewoon man. Ja, hoor. Maar om mezelf dan iets meer man te maken, wil ik die Ferrari natuurlijk wel graag winnen. Ja, nou dan moet je gewoon invullen, 80.223. Wat vind jij nou van mannen met hele dikke vette auto's? Ja, ik vind het wel charmant. Ga ik heel brutaal zijn, word je er ook geil van? Nou, ja. Hoe kan dat dan? Ik bedoel, er komt een dikke auto rijden, bijvoorbeeld net laten we die nemen. Zou je daar geil van kunnen, of niet auto daar? Nou, ik zou er zeker naar omkijken, ja. Absoluut. Ja. En dan komt er een mannetje uit van 1,20 meter. Dat is een kleine lilliput, en wat denk je dan? Ja, dan mag je inderdaad, wat zij zegt, dan mag je weer instappen. Op een kinderzitje. Ja, daar word ik niet warm of koud van. Jeroen Nieuwhuizen, een man zonder auto is als een man zonder piemel. Nou, wel net zo onaantrekkelijk, denk ik, voor veel vrouwen. Dat klopt wel, ja. We zijn vandaag een beetje een onderzoekje aan het doen. Wat is het statussymbool auto voor een man? Ja, ik vind het nog steeds geen compensatie van. Weet je, als je een dikke auto rijdt, wil niet zeggen dat je zo'n lulletje hebt. Wat heel vaak natuurlijk de ronde gaat, maar dat is vaak door vrouwen met hele kleine tietjes. Wat voor auto denk jij van, nou daar word ik nou echt rete geil van? Nou, van Bentley word ik helemaal geil. Van Bentley word je helemaal geil. Als zelfs Balken zichzelf een echte man durft te noemen omdat hij een auto heeft,
Dan mag ik mezelf toch zeker ook wel een echte man noemen zonder auto. En als je het mij vraagt, vrouwen en auto's, de meest perfecte combinatie ooit. TJ, jij zegt? Later.